Beste museumbezoeker, vandaag willen we even aandacht besteden aan Mooie Keetje. Mooie Keetje is rond 1807 geboren in Oosterhout en nog steeds een begrip in Oosterhout. Mooie Keetje kunt u zien met een standbeeldje aan de Mathildestraat en haar geschiedenis is leuk om even te vertellen en dat willen wij dan ook bij deze graag doen. Ze is in Oosterhout een begrip, Mooie Keetje. De veelgeprezen schoonheid van de 19e eeuwse Oosterhoutse herbergierster spreekt nu, begin 21e eeuw, nog steeds tot de verbeelding. Zij speelde een hoofdrol in een van de verhalen in het 19e eeuwse boek Camera Obscura van schrijver Nicolaas Beets alias Hildebrand. De werkelijke naam van Mooie Keetje was Anna Cornelia van der Made. Ze werd op 24 mei 1807 gedoopt. Haar precieze geboortedatum is niet duidelijk. Ook de juiste plaats van haar geboorte is niet helemaal duidelijk. Sommige bronnen noemen Hotel de Koppelpaarden, dat eens op de hoek Mathildestraat Leishoek heeft gestaan. Dat is op de plaats waar nu de meubelwinkel van Victor Broeren staat. Vraag is of dat mogelijk is, omdat volgens de thans bekende gegevens in 1830 hier nog een boerderij heeft gestaan. Dat pas vanaf 1833 tot het hotel de Koppelpaarden werd verbouwd. Andere bronnen noemen de herberg van Gent en Loos als haar geboorteplek. Deze stond naast vernoemd logement, maar dit gebouw is met de aanleg van de Mathildestraat afgebroken. Opmerkelijk hier is dat Keetjes ouders, Johannes van der Made en Anna Cornelia de Raad, pas op 13 december 1822 het logement van Gent en Loos kochten. Keetje was toen al 15 jaar. Het zal dus nog wel even een mysterie blijven waar Keetje precies geboren is. In 1830, op haar 23e, nam zij het logement en tapperij van Gent en Loos van haar ouders over. In die tijd was je pas meerderjarig met je 25e. Keetje was dus nog minderjarig toen ze eigenaar werd. Waarschijnlijk was dit noodzakelijk door de handicap van haar vader, die een verlamde rechterhand had. Mogelijk was ook zijn gezondheid niet meer zo goed. Hij stierf in 1835 op 59-jarige leeftijd. Keetjes overname was hele verantwoordelijkheid, want ze had daarbij dus ook nog de zorg voor haar ouders, die in het logement bleven wonen. En het kon er toen al ruig aan toegaan in de tapperij, zoals tijdens de jaarlijkse kermis. Getuige de belofte van Keetje dat ze zou zorgen voor nieuwe ruiten als er weer een fikse ruzie was geweest. Waarschijnlijk bleef haar moeder wel actief meewerken in het hotel. In de overlijdensakte van Keetjes vader in 1935 wordt immers vermeld dat haar moeder van beroep topster is. Mooie Keetjes haar doopnamen waren Anna Cornelia, maar haar roepnaam was Kee of Keetje. In die tijd was het heel gebruikelijk dat mensen bijnaam hadden. Vaak wist men niet eens de normale naam en was alleen de bijnaam bekend. Dus toen Kee zich in de loop der jaren ontpopte tot een blijkbaar zeer mooie jonge vrouw, was de verandering in Mooie Keetje niet meer dan logisch. Een van de personen die Keetjes landelijke bekendheid heeft gegeven is Nicolaas Beets. Nicolaas werd in 1814 geboren in Haarlem en was dus 7 jaar jonger dan Keetje. Toen hij haar leerde kennen, was hij student theologie in Leiden. Zoals zoveel studenten destijds was ook hij soldaat-vrijwilliger voor het Hollandse leger tijdens de Belgische opstand van 1830 tot 1839. Deze Leidse studentsoldaten noemden zichzelf de Leidse jagers en vormden een kleine eenheid die diverse malen werd ingezet. In 1832 was deze eenheid een aantal maanden in Oosterhout gelegerd. En vermoedelijk viel hij als een blok voor Mooie Keetje. Onbekend is of zij zijn liefde heeft beantwoord, al lijkt dat niet waarschijnlijk. In 1832 was Keetje 25 jaar en je mag aannemen dat ze toen de net 18-jarige Nicolaas nog te jong vond voor een liefdesrelatie. Hij was vermoedelijk een van haar vele aanbidders. Bovendien had ze het erg druk met het runnen van haar logement-tapperij die ze pas 2 jaar onder haar hoede had.
Maar de jonge Nicolaas Beets was erg onder de indruk van haar. In 1839 bezocht Beets nogmaals Oosterhout en heeft opnieuw contact met Keetje gezocht. Dat heeft hij met lyrische dichterlijke woorden beschreven onder het pseudoniem van Hildebrand in zijn boek Camera Obscura. Keetje, het fijnst besneden bekje van alle Noord-Brabantse meisjes die ik gezien heb. En dan die grote, blauwe ogen met die doordringende opslag. Als zij lacht, ontplooit zich een rij van gelijke tanden die ooit tussen rozenrode lippen hebben uitgeschenen. Als je dat opschrijft, dan ben je toch wel verliefd.